Soldaten, welkom bij weer een nieuwe video. De laatste tijd is het echt gekkenhuis op FUT. Want normaal gesproken zou je zeggen van dat de content steeds een beetje minder wordt. En dat je zou gaan kijken in de richting van FIFA 21. Maar nee, alles is anders. Want Summer Heat is echt met afstand de beste promo die we dit jaar hebben gehad op FIFA 20. We hebben nieuwe soort SBC's gezien. En vandaag gaan we ook een nieuw type pack openen. Dus hopelijk vind jij het leuk. Like even de video, abonneer op mijn kanaal en ram op het belletje. Ik heb al een paar packs klaarstaan en daar gaan we dadelijk ook mee beginnen. Maar ik wil eerst heel even kort ingaan op wat er nou allemaal is uitgekomen. Vandaag, voor jou is dat gisteren. Ik heb mijn favoriete een paar SBC's neergezet. Ik ga deze trouwens eerst even inleveren. Dit is de Community Team of the Season. Tot nu toe uitdaging. Alleen heb ik wel per ongeluk een speler hiervan ingeleverd. Dat is niet heel erg best. Moet ik even kijken. Kan ik dit fixen, jongens? Ik weet niet eens wat de rating moet zijn. 2.2k. Als ik het nou niet haal, ik echt boos. Oké, dankjewel. We hebben de 84 plus dubbele upgrade. De 85 tot 92 upgrade. En dan deze. De big boy. De 88 plus gegarandeerd. En dan denk je van, oh leuk. 1 88 plus gegarandeerd. Nee, het zijn 5 88 plus in 1 pack. En dat is echt fucking ziek. En ik kan hier alleen maar EA gewoon voor applaudisseren. Eigenlijk voor deze content. Want 5 spelers. Allemaal 88 plus. Ja, hij is niet herhaalbaar, maar dit is gewoon echt een hele zieke pack. Dit is een reden voor jou om je PlayStation op te starten en om het spel op te starten. Om gewoon even FIFA te gaan spelen, want zoiets wil je gewoon doen. Het fijne is ook nog dat je een beetje toe kunt werken naar deze pack aan de hand van deze twee hier. Waarvan de logo's even niet willen laden. Maar zeg maar wat je kunt doen, want je hebt, ik zal het heel even laten zien bij deze, bij de 84 plus. Want het zijn twee, dus een dubbele upgrade, 2 84 plus kaarten. Hiervoor heb je eigenlijk alleen maar gewoon gouden nodig. Dus dat hoeft, ja, of course, het hoeft niks bijzonders. Ja, het enige bijzondere eraan is dat het rare moet zijn. Dus je moet 11 rare gouden spelers hebben om deze dan 2 keer te doen. Dus eigenlijk 22 spelers, maar je krijgt 2 keer weer 1 zeldzame terug. Dus min of meer 20 rares lever je hierin voor 2 84 plus spelers. Dat klinkt misschien niet als een hele goede deal, maar met een beetje geluk kunnen het goede packs zijn. En dan deze, de 85 tot 92. Hier heb je niet eens rare goals nodig. En ook niet eens 20 gouden. Je hebt zelfs maar 14 gouden nodig. En dus ook hier weer 2 keer een zeldzame speler die dan terugkrijgt. En die kun je dan ook weer bij die andere SBC's van net weer inleveren. En in principe kun je gewoon hier al je non-rare goals in stoppen. En als je zeg maar tot aan een zeg maar 80 rating maximum zou ik zeggen. Als je alle rare goals tot aan max 80 rated ongeveer hier inlevert. Dan kun je gewoon aan de hand van deze en deze hopelijk wat packjes vrijspelen pakketjes. En daarmee krijg je dan gegarandeerd steeds borden. En hopelijk nog iets meer dan dat. Waarmee je dan ook weer deze kunt gaan doen. Want bij deze heb je 3 teams nodig. En ik snap niet helemaal waar dit op slaat. Want hier hebben ze gemengde selectie. En daar de enige requirement is 5 chemistry. Dit is een van de meest random SBC's die ik ooit in FIFA heb gezien. Als jij begrijpt waarom dit hierin zit, dan leg het me graag uit. Maar dit snap ik echt niet. Daarnaast nog een 86 rating en een 82 rating. Maar de 82 rating heeft maar 40 chemistry nodig. Dus dat scheelt ook weer. Krijg je dan ook weer 2 kleine packs van. Maar ja, op zich 82 rating moet al lukken, denk ik. En dan een 86 rating. Kun je vrij gemakkelijk doen aan de hand van die en die. En ja, dat is positief, denk ik. Dus ik ga even een paar pakketjes openen. Ik heb van deze heb ik volgens mij 4 keer gedaan en deze 2 keer. Ik had het eigenlijk wel nog wat meer willen doen, maar mijn club is echt nog steeds leeg. Ja, het is gewoon vervelend. Zeg maar, ik speel geen weekend niet meer. Dus dan heb je ook geen nieuwe input aan spelers. Ja, er komt niks binnen. En er gaat wel wat uit. Namelijk aan de hand van deze SBC's. Dus dat is een beetje taai voor mijn club. En ik probeer alles nog een beetje bij elkaar te schrapen aan spelers die ik heb. En zo alsnog een aantal van die packs vooruit kunnen spelen. Dat is ook nu wel weer redelijk gelukt. Dus nou, het is fijn. We gaan dus sowieso een hoop borden zien vandaag. En borden is leuk. Maar ik wil het liefst ook een paar walkoutjes zien als dat kan. En natuurlijk 1 walkout is gegarandeerd. Met die 88 pack die dan dadelijk gaat komen. Ik stel even te kijken. Laat ik nu nog eventjes die Electrum pack openen hier. De zeldzame Electrum spelerspakket van dan die Community Team of Season SBC of wat het ook precies dan mocht zijn. Waarom is dit geen rare? Is het dan een Libertadores kaart? Waarschijnlijk wel. Maar in packs open is altijd leuk, denk ik. Ook al is FIFA langzaam wat saaier. Dan nog steeds blijft packs wel vet. Even kijken. Dit zijn 4 85 tot 92 packs en 2 84 plus packs. Ik ga eerst even deze twee openen. De 2 84 plus packs om te kijken of dit dan toch wel een goede deal is, ja of nee. Het is oranje en het is een walkout. Dat klinkt al cool. Duits, wat gaat het zijn? Ik heb echt geen flauw idee. Oh, dat is Schwolo, maar dat is een 86 volgens mij. Dus die kunnen we weer ergens gaan gebruiken. Dat is positief. En zit er iets achter? Ja of nee? Oh, wat? Hè?
Kan iemand mij uitleggen waarom Swallow oppopt terwijl we ook nog 88 cent zullen krijgen? Wat is dit voor een grap? Maar oké, nee, ik ben er blij mee, maar wat de hel? Oké, okay. Maar is dat iets nieuws? Dat dan een Man of the Match wel... Hè? Dat vind ik echt heel erg gek. Als jij dit begrijpt, leg het maar uit. Ik snap het niet. Maar oké, okay. Swallow en Sancho in de eerste 84 plus pack. En nou, tot nu toe zou ik zeggen dat deze packs er dus best wel goed uitzien. En het fijne is dat er heel erg veel special cards momenteel in packs zitten. Dus er zijn veel kleuren mogelijk. Zijn het weer vette kleuren? Nou, het is minder, maar het is dan een gewone border spider Braziliaans. Kan nog redelijk zijn, sentiment wie is het? Oh, dat is Arthur, maar die gaat dan binnenkort naar Juve toe natuurlijk. Ja, dus deze is dan weer iets minder. Maar wat ik zeg, er zitten veel kleuren in packs. Nog iets erachter? Nou, moet niet, joh. En daarmee kun je steeds gewoon een beetje verrast worden en kijken wat je dan... te zien krijgt tussen 24 plus packs. Ja, die waren de eerste was goed, de tweede was iets minder. En nu gaan we dus naar de 85 tot 92 packs. Ik heb geen flauw idee wat dit is. Engels, paars. Ik weet het niet, maar het is wel een spits. No, is dit... Wat? Is... Jezus, Greenwood? Die had echt lange waarde. Ik weet niet of die nog steeds duur is. Maar we krijgen Mason Greenwood met een 5-star weak foot in de allereerste 85 tot 92 pack. En hij is echt heel lang heel duur geweest. En de vraag is, hoe duur is hij nu? Mason Greenwood, wat is, dat is echt ziek. En die zou ik best nog een keer uit willen testen eigenlijk. Hij past niet in mijn team, maar hoe duur is hij nog? Nou ja, hij is, okay, hij is flink gedaald, oké. Ik wist niet helemaal hoe ik moest reageren. Ik wist niet hoe bijzonder dit nog dan was. Paars, dat zijn dan de Future Star kaarten schijnbaar. Nou, het is echt één groot gekhuis. Pack nummer 0, DOS in het Spaans, want dat kunnen wij schijnbaar ook die taal. Laten we kijken, zit er wat in, zetten we kleuren. Het is een walkout. Lekker hoor, ik hou ervan van die walkouts. Is dit een fork? Ik weet het niet. Sentiment. Dit is een Team of the Week, Rabiot of Matuidi? Matuidi, pst, echt gek uit. Team of the Week, Moments, Matuidi. Dus komt de vage slot, die kunnen we weer ergens inleveren. En het fijne is trouwens ook nog dat als jij zeg maar eerst deze packs doet, en dan vervolgens die 88 plus waar je 5 spelers in krijgt, dan kun je ook bijna gratis weer een icon gaan vrijspelen uit de Prime Icon Pack. Het is weer een walkout. Welke kleur is dit dan? Ik heb geen idee. Cameroen. Onana? Oh, dat is de Team of the Week, of Team of the Snake, Team of the Year nominee. Het is echt, nou ja, oké. Okay. Een keeper, ja, staat hij in zijn AC Milan shirtje. Ja, ook al zijn die Prime Icon Packs meestal niet super goed, ze zijn wel leuk. En aan de hand van dus een paar van deze packs kun je die redelijk makkelijk halen. Dit is weer een walkout. Ja, die, wat? 4 walkouts Brian. Belgisch, verras me, Hazard of zo. Oh, dit is even iets minder. Al de wereld, Vertongen. Al de wereld. Ja, maar ja, nog steeds. Ja, 87, al de wereld. Die kunnen we ook weer ergens in gaan leveren. Dus, hey, prima. Ik ben hier zeker tevreden over. Ik ga wel even nou een klein knipje maken in de opname. Want ik wilde ook even graag kijken wat ik hieruit zou packen. Omdat nu kan ik dan met de gepackte spelers van... uit deze packs kan ik gaan kijken welke het beste zijn om in te leveren bij dus de SBC die ik hier ga voltooien bij favorieten. Ik ga even aan de slag, even kijken wat ik hier van kan maken, maar de chemistry is niet heel erg hoog, dus het moet denk ik wel redelijk snel lukken. Dus ik zie je zo en dan heb ik beide teams ingevuld. Het heeft me eigenlijk niet eens zo heel veel tijd gekost. Ik was gewoon een beetje aan het kijken in mijn club en de 82 ging super snel, de 86 ging ook super snel vanwege de spelers die ik net packte en ik zal het even snel laten zien en lever het in. En ik ga de pack natuurlijk openen. Wat ik hierin lever is ja, niet heel bijzonder. Ik heb dan Lo Celso, Moutinho, Arthur en Miranda die de rating een beetje omhoog trekken. En nou, dat is het dan. Dus leveren in. 82 beoordeling waar we dan ook weer een klein pakketje van mogen ontvangen. Wat hartstikke leuk is. Nou, die openen we zo meteen. Ook nog eventjes dan deze. De 86 rated squad. Ja, het meeste wat ik hiervan inlever is eigenlijk zojuist gepakt. En verder ook die Cazorla heb ik gepakt. Ja, Nacho ook. Volgens mij is het allemaal gepakt. Ja, ik wil er al een naam op gaan noemen. Maar het is allemaal gepakt, letterlijk. En Greenwood is echt een goede kaart. Dus het is misschien jammer om in te leveren. Maar ik ging nadenken van ja, Stijn, ga ik hem ooit gebruiken? En toen dacht ik van nee. Dus ja, dat is zonde. Want het is echt een groot talent en zo. En het is een leuke kaart om te gebruiken, die Greenwood. We leveren het in. Het is heel simpel eigenlijk. Allemaal. En ik ben dus oprecht heel erg benieuwd of ik iets kan krijgen uit die 88 plus gegarandeerd. Eerst even deze twee nog. Twee gewoon rare gold spelers om een beetje weer warm te worden. Kijken of er alweer wat geluk aanwezig is. Het is een walkout. Dat is heel veel geluk uit zo'n pakketje. Dit is dan... Nou ja, prima. Het is echt prima. Cavani. Gewoon uit een pack met gewoon twee rares. 88 Cavani. Hij gaat trouwens ook weg bij PSG. Dus misschien krijgt hij binnenkort wel een Anthony Ira kaart of zo. Maar hey, I'll take it. En Hans Hatenboer. Maar gewoon Cavani ook gewoon traden hoor. Zo, het is gewoon 40k man. Gewoon uit zo'n pack. 40k erbij. Dat is echt gek hè. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Het lijkt me sterk als ik nou weer zoveel geluk zou hebben. Maar ja, je weet het nooit hè. Ik bedoel, EA is in één keer aan het uitdelen lijkt wel. Nou, als dit weer een...
Hoe kan ik hier twee walkhouses krijgen? Dat zie je echt. Toch? Ja, dat zie je echt. Dat kan, maar welke versie is het? Dit is de Team of the Group stage of zoiets. Maar hoe... Dit is echt insane. Hoe, dat ik... What the fuck? Dat ik twee walkouts krijg uit gewoon packs met twee rares erin. CX die is dan ook nog even rond de 30. Ja, iets minder. Maar gewoon echt... Wat? Oké, dat is prima. Als dit al zo goed is, dan kan het hoogtepunt van de video misschien ook wel lekker zijn. We weten het niet. 5 zeldzame spelers. Allemaal goud. En allemaal minimaal 88 rated. We gaan een walkout zien. De vraag is welke kleur of welke kleuren kan ik beter zeggen. Want het gaan natuurlijk meerdere kaarten zijn. Ik ben benieuwd. Gaat dit nog een leuk pakketje worden die voor mij FIFA weer wat leuker kan maken. Oké, ik hou mezelf niet langer meer aan spanning. Daar komt hij aan. We gaan hem openen. 5 spelers. 88 rated allemaal. Minimum dan 88. Wat gaat het zijn? Welke kleur is dit? Dit is oranje. Dat had ik niet verwacht. Waarom is het oranje? Engeland. Is dat een Man of the Match card? Dat is Sterling, denk ik. Oké, ja, dat, nou goed. Het is niet slecht of zo, maar... hij is 90. Dus is hij dan de... Zou hij dan de hoogste zijn? Of is het gewoon een glitch dat altijd Man of the Match card als eerste oppopt? Ik heb geen idee. Sterling is redelijk. Ik ben echt... Mijn hart gaat naar best wel een keer. Zit er nog wat achter? Sterling, dankjewel daarvoor. Wat is de rest? Kom op. Jee, verras me. Is het wat? Oh, ik schrok even. Ik ging met mijn ogen langs al die spelers. Maar het valt toch tegen. Ja, het zijn 390's. Op zich, als je puur met je rating gaat kijken, 390's is decent. Als je nog een icon en subsidie wilt gaan doen. En dan, ja, twee Spanjaarden. Ja, Busquets is echt gewoon pure fodder. Ja, Olmo natuurlijk. Ook eigenlijk zijn het allemaal fodderkaarten. Is dit een... Ja, het is niet echt een dub en nee. Ja, het is misschien een kleine L. Kleine L, ja. Sterling, Neuer, Allison, Olmo en Busquets. Ja. Het is wel heel erg leuk om een keer zo'n pakketje te kunnen openen. Want zoveel special cards met zo'n rating allemaal in één pack, dat zie je niet vaak. Ik ga hier, denk ik, vrij binnenkort weer een icon pakketje mee openen. Maar voor nu zou ik je graag willen bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht jij dus nog... in de komende week een keer een icon pack willen zien verschijnen op dit kanaal, like dan de video, want dan weet ik dat jij het leuk vindt. En verder kun je ook reageren hieronder. En dan hoor ik graag van jou of jij dus ook de 88 plus pack hebt geopend. En welke spelers jij dan kreeg. Had jij meer geluk dan ik? Of minder geluk dan ik? Je weet het niet. Ik hoor het graag van je dus nogmaals. En verder kun je nog abonneren op het belletje rammen, want er blijft vette content aankomen. Ik roep dat steeds, maar het is ook echt zo. Dus je wil niks missen, abonneer op het kanaal en druk op dat belletje. Voor nu zou ik gewoon zeggen, ja, bedankt voor het kijken. En dan zie ik jou de volgende keer alweer. Houdoe, hè.